dames en heren, goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom op Sportpark Van Huis. Bij de vanavond te spelen tweede wedstrijd in de na-competitie. Voor dan Spees, allereerst aandacht voor vijf jeugdteams van Novo die kampioen zijn geworden. Dat zijn de Dovo Jongens onder 11-1. De Dovo Jongens onder 11-2. De Dovo Meiden onder 11-1. De Dovo Jongens onder 16-1. En de Dovo Jongens, het jongste team, onder 9-1. Jongens en meiden, waar zijn jullie? Kom eens even het veld op. En op de ereronde. Ja. Er komt bewering in. Nou, zijn jullie klaar voor? Goed. Als ze bij u aankomen, geef ze een grote applaus. Want dat hebben ze verdiend. De kampioenen. Jongens onder 11-1, jongens onder 11-2, meiden onder 11-1, jongens onder 16-1 en jongens onder 9-1. Ben je wel? Daar komen ze. Dames en heren, uw applaus. Nou, dan gaan we naar de wedstrijd tussen Dovo en Noordwijk, de tweede in de na-competitie. Heel hartelijk welkom ook aan onze gasten, het weten bestuur, technische staf, spelers en supporters van VV Noordwijk. De arbitrage, scheidsrechter is de heer W.H. Bonsvoort. Assistent scheidsrechters, de heer R. Westerberg en M. Kromme. Vierde official, de heer Kieft. Sloopwerken, Heer van Drijn en Roelofsen Bloemen. En terwijl ik dat zeg, komt alweer het volgende team richting de zittende meneer. Geeft u ze allemaal nog een hartelijk applaus, want ook zij zijn kampioenen. Dan zijn we toen aan de opstelling van beide teams, allereerst die onze gasten in VV Noordwijk. Hoi. Hoi. Onder 1, Mustafa Amazine.